Ja, nou ja, Kooiman Café was al lang, eigenlijk was het er op het eiland. En we zijn nu pas sinds 3 weken geleden zijn we begonnen. Dit is onze 3e week. Biwasabi is eigenlijk een instantie, een bedrijf dat al vanaf 2016 bezig is op het eiland. Alles met behulp van, of alles wat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling. Daar doen we aan mee en teambuilding. En dit keer doen we dan Kooiman Café omdat we gewoon een extra service willen geven aan onze Bonaireaanse bevolking en alle mensen die naar Bonaire komen. En dat doen we dan zeg maar in samenwerking met Posada Paramira. Dus dat betekent dat dit niet een normale café is, maar jullie hebben something special, laten we zo zeggen. Ja, we geven het een extra edge. Dus bijvoorbeeld, we hebben onze quotes in het Engels en het papiament, zodat mensen, weet je, even nadenken over alles. Dus niet alleen maar komen, alleen maar voor het brood, maar ook even voor een praatje, iets positiefs, een inspiratie, een motivatie om door te gaan. En wat jullie verkopen is ook lokale producten? Yes, we hebben pancera. Dat is het traditioneel broodje van, nou ja, van alle eilanden eigenlijk. Ik ben ermee opgegroeid dat je naar de kerk gaat en dan haal je zoiets op. En dat eet je dan, nou, vroeger dan met kaas en dat soort dingen. En hier hebben we het nu met kersthan. En we hebben het met gestoofd vlees, met bakkeljauw en met kip. Dat is gewoon ons concept. Dus we hebben niet het volledige maaltijden, maar we verkopen zeg maar een beetje to go. Omdat het ook een plek is waar mensen heel vaak, heel snel binnenkomen om iets op te halen. Dus pancera, ja, dat is het concept. Jullie gaan in samenwerking met Posada Paramira. Hoe moet ik dit zien? Ja, een fantastische samenwerking met Jovanka van Posada Paramira te Rincon. Zij neemt alles eten voor ons mee elke dag. Donderdag, vrijdag en zaterdag levert ze aan. En ja, dat is de samenwerking, maar we doen gewoon veel meer. Dus niet alleen maar aanleveren. Je merkt ook dat er op een gegeven moment, ja, een connectie, een band ontstaat. En dat is heel erg mooi. Lokale eten, wat krijgen jullie van Posada? Ja, nou dat dus die waar ik het net over had. De broodjes hebben we, maar we hebben ook bijvoorbeeld ayaka, tutu, sult. We hebben onze snacks, dat is misschien ook heel goed om door te geven. Heel vaak kennen mensen hier snackbox die al zeg maar voorbereid zijn. Maar hier kan je zeg maar je eigen keuze hebben in snacks. Dus dat is wel heel leuk, want dan komen mensen opeens dat ze bindi wibu hierna willen hebben, weet je wel. Of kaasballetjes en zo. Dus dat is het concept, misschien dat mensen dat ook, is goed om te weten denk ik, ja. Jullie beginnen een zaak in de COVID-periode. Mm-hmm. Hoe was het mogelijk, laten we zo zeggen? Ja, weet je, alles is mogelijk. En op een gegeven moment in het begin was iedereen nog angstig van oké, wat gaan we doen in deze periode? Maar op een gegeven moment moet je dat achter je zetten en gewoon doorgaan. Want het leven is nu gewoon anders dan anders. En met COVID of zonder COVID, je moet gewoon doorgaan met ondernemen. En we hebben gewoon zoiets van oké, we gaan het gewoon doen. Wat we mooi vinden is dat dit ook een inspiratie is voor andere mensen die ook zoiets hebben van hey, ik wil ook al heel lang, maar ja, door de COVID weet ik het niet. Gewoon doen. Ik nodig echt iedereen uit om te komen. Het is super leuk, super fun om hier te zijn. Het eten is lekker. We hebben gewoon leuke gesprekken met elkaar. De quotes, bijvoorbeeld, ik heb nu vandaag it's running time. Dus dat betekent, we moeten gewoon doorzetten, doorgaan met waar je mee bezig bent. Soms misschien even in de 10e versnelling om te bereiken wat je echt wilt bereiken. Ga ervoor.